Stikstof is een gas. Je kan het niet zien of ruiken, maar de lucht rond ons zit er vol van. Daar is niks mis mee, want stikstof zelf is niet gevaarlijk. We ademen het samen met zuurstof in en weer uit. Maar als stikstof zich mengt met andere stoffen in de lucht, kan het wel gevaarlijke gassen vormen. Bijvoorbeeld wanneer stikstof gecombineerd wordt met uitlaatgassen van auto's en fabrieken. Of met de mest van boerderijdieren zoals kippen, varkens en koeien. Dan ontstaan er gevaarlijke stoffen en die komen via de regen in de grond terecht. Dat is gevaarlijk, want ze zijn schadelijk voor de natuur, voor mensen en voor dieren. We moeten dus dringend minder stikstof uitstoten. Want hoe minder stikstof we uitstoten, hoe minder van die schadelijke stoffen er in de lucht en in de grond terechtkomen. En daarom heeft de regering nieuwe wetten gemaakt. Te vervuilende auto's mogen niet meer rijden en fabrieken en boeren moeten zich aan strenge regels houden. Zo willen ze ervoor zorgen dat de natuurgebieden in ons land niet verder vervuild worden. Super tof dat je deze video bekeken hebt, maar we hebben er nog veel meer natuurlijk, dus zeker hier ook eens klikken en abonneren op ons kanaal, dat mag natuurlijk ook altijd, hè.